Vandaag lezen we Psalm 147, een lofpsalm voor God. Hierin worden verschillende eigenschappen van God benoemd. Vers 3: Hij geneest de gebrokenen van hart en hij verbindt hen in hun smarten. Mensen die bijvoorbeeld iemand verloren hebben en verdriet hebben daarover, of niet succesvol zijn in het leven, of iemand die om zijn zonde bedroefd is. God geneest de gebrokenen van hart. Hij telt het getal der sterren en hij noemt ze allen bij namen. Onze Heer is groot en van veel kracht. Aan zijn verstand is geen getal. Dus God telt al de sterren, maar aan zijn verstand is geen getal. Dat is niet te bevatten. De Heere houdt de zachtmoedigen staande, maar de goddelozen vernedert hij. Zoals de Heer Jezus ook zei, wie de eerste is, zal de laatste zijn, en wie de laatste is, zal de eerste zijn. Vers 10. Hij heeft geen lust aan de sterkte van het paard. Hij heeft geen welgevallen aan de benen van de man. God is niet geïnteresseerd in onze kracht, of onze bekwaamheid, of intelligentie. Dingen in die ons in de wereld populair maken. Of iemand die een bepaalde sport goed kan, die kan daarom beroemd worden. En iedereen houdt van die persoon. Maar bij God is het anders. De Heere heeft een welgevallen aan hen die hem vrezen. Die op zijn goede tierenheid hopen. Dus mensen die hem geloven en God vertrouwen. Het geloof in God, dat is twee dingen. Eerste, de autoriteit van Gods woord erkennen. En het tweede is volledig accepteren van Gods bedoelingen. En ook mijn deel in Gods bedoeling. Dat komt van twee momenten dat de Heer Jezus iemand zegt dat hij een groot geloof heeft. Over de centurion en de Canaanese vrouw. En het is ook helemaal in lijn met wat Paulus leert over dat wij niet door werken zalig worden of door dingen die wij kunnen of God kunnen aanbieden, maar alleen door het geloof. Loof de Heere, want onze God, te psalm zingen is goed, omdat Hij lieflijk is.